allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe weekvlog op mijn kanaal. En ja, weekvlog is gewoon weer mijn ding, dus daar gaan we gewoon lekker mee door. Sorry dat vorige week volgens mij geen video online is gekomen, maar dat komt omdat ik te weinig beelden had. Ik had een beetje een chaos weekje, dus vandaar dat ik niet heb gevlogd. Dus maandag, het is echt super lekker weer. Er staat wel gewoon een windje, dus het is wel lekker als je gewoon lekker thuis bent en lekker niks doet en gewoon lekker aan het chillen bent. Super lekker. Het is ook alweer 1:15 en dat is helemaal prima. En ik had lekker even een colaatje zero gehad, omdat ik het hier echt even naar verlangde. Gewoon super veel zin in en zo. Dus dat is heel fijn. Ik ga jullie gewoon wat meer dingen meenemen deze week. Dus ik ga lekker zoveel mogelijk voor jullie lekker te vloggen. Om deze week niet echt met iemand te gaan logeren. Gewoon even voor mezelf. Lekker met mezelf. Vind ik ook heel fijn dat ik met niemand hoef rekening te houden, behalve met mezelf. En ik ga volgens mij nog wel met Amy afspreken, maar ze moet even kijken of ze beter is. Ik hoop natuurlijk dat ze wel gewoon beter is en dat we gewoon kunnen afspreken. Maar gezondheid gaat altijd voor. Nu avond en het wordt donker, dus ik ga me lekker klaarmaken voor bed. Ik ga boven nog lekker Finger the Rhythm op filmen, dus ik hoop dat ik voor ergens kan vinden. Dan kan hij naar binnen en als hij naar buiten wil, blijft hij lekker buiten. Alles is prima. Maar ik ga dus even mijn fiets naar binnen doen. Morgen wil ik gaan fitnessen en sowieso gaan rijden. Dus dat is eigenlijk het plan voor morgen. Ik ga morgen op Chris, is super leuk. Ik ga eigenlijk altijd op Chris. Een privé les had. Dat was super leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik heb even mijn make-up gedaan. Ik hou echt heel veel van het is super irritant. Niet leuk of niet fijn. Ik ga deze rebroek maar aantrekken. Deze is lekker dun. Dus ik ga hem lekker aandoen. En even een shirtje zoeken. En dan morgen moet ik ook rijden. En daarna even niet. Ik ga volgende week ook geen privéles nemen. Omdat ik allemaal andere dingen wil doen en ik wil even voor een paar dingen sparen, dus dan even geen les. Pas weer na de vakantie, denk ik. Ofwel nog in de vakantie, maar dan na de 19e pas. Dus dat. Zo weinig en slecht eten wil ik zo niet meer kunnen kopen. En daar heb je geld voor nodig. Omdat dat best wel prijzig is. Dat wil ik gewoon heel erg graag kopen. Jullie gewoon veel meer met dingen mee moet nemen. Dat is een reminder. Want ik wil de vlog wat langer maken. Niet meer dat het zulke stomme korte vlogs is. En ik ga weer beginnen met sporten. Dus ik kan echt niet wachten. Het pakketje, ik had het stoms gedaan. Ik had wel de adres maar verkeerde postcode. En bij de andere wel weer goed. De bezorgagent is in ieder geval goed. Deze lekkere luchtje van mijn best delen. Ik weet niet of ze er blij van wordt. Maar dat interesseert me even niet. Volgende week, zondag, is mama weer terug. Helemaal excited. Ik ging dus voor de golf net op de weegschaal gaan staan. En ik ben gewoon 5 kilo lichter. Dus dat betekent al dat ik fucking 5 kilo ben afgevallen bijna. Nu normaal trots. Trots. Hoi allemaal, ik ben echt al een tijdje thuis. En mijn haar is echt ontploft. Ik heb net even wat geprobeerd te eten. Ik was heel dom. Ik weet dat ik niet echt pas. Ik kon niet meer pas. Werd ik super misselijk. Dan moest ik bijna overgeven. Dus ik ga lekker even douchen. Ik heb lekker de airco even aangezet. Morgen komt er een vriendinnetje slapen. Dus dat is echt super gezellig. Een vriendinnetje van mijn neus. Nee, in ieder geval van mijn neusje. Dus dat is super gezellig. Ben ik niet zo alleen. En ja, dus morgen ga ik niet sporten. Dus morgen rustig. Dan ga ik denk ik vrijdag of vrijdagavond even naar de sportschool. Als mijn vader is geweest. Dus als stop op morgen of vrijdag komt ook schrijf mijn pakketje aan. Dat is ook heel fijn. Volgens mij met DHL als ik het goed heb. I don't know. Dus dat is heel fijn. En dat. Zo, ik heb lekker gedoucht en ik heb even een crème van mijn moeder opgedaan. Want altijd als ik mijn make-up reinigd, ja, ik krijg er gewoon een bril van. Wordt heel schaal en mijn crème was op. Dus even eentje van mijn
Maar ze belt nu. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik word net wakker. Het is 10:30 of 11:30 is mijn bestie er al. Dus super gezellig. Ik heb echt overal spierpijn in mijn lichaam. Dus echt ben ik wel blij dat ik niet ga sporten vandaag. Ja, eerst zou ik wel gaan natuurlijk. Maar als ze niet zou komen slapen. Maar als ze wel komen slapen is het 12:00. En ik had even zin om uit te slapen. Ik heb echt overal spierpijn. Omdat ik gisteren een paar keer ben gevallen. En Chrissy was gewoon super druk. Dus ja, vandaar dat ik echt overal in mijn lijf spierpijn heb. Top. Ik ga me lekker even omkleden. En even bewegen. Dus we gaan het zien. Nou mensen, ik heb lekker mijn make-up gedaan. Ik ga lekker niet mijn haar stijlen, omdat ik daar puur geen zin in heb. Dus ik heb lekker zo gedaan. Want ik had wel ook niet buiten. Dus ik moet even naar buiten doen. En love mijn outfit. Dat had ik vorige week echt 2 keer aan. En kijk, die kat zit daar al, want die wil naar buiten. Helemaal top. Het huis lekker even opgeruimd. Ik heb het echt super warm. Dus ik ga lekker een sjeetje kijken. En het is nu 40. Dus helemaal toppie. Ja, en over 2 weken ga ik alweer naar Manhattan naar Maastricht toe. Een dagje. Gaan we de eerste trein pakken en de laatste trein weer terug. Dus helemaal leuk. Papa is net gezellig even op visite geweest. Ik ga nu lekker weer mijn serie kijken. In alle rust en vrede. Oeps, ik heb mezelf ingezoomd. Dat was niet de bedoeling. Maar ik word gebeld. Bye bye. Goedemorgen allemaal, het is nu 11:30. Ik word net wakker. Ja, nu 11:45. Mijn telefoon heeft niet opgeladen. I'm very good. Not. Dus ik ga die zo even opladen met beneden mijn andere oplader. En laat ik proberen mijn telefoon een beetje met rust te laten. Want ik wil heel graag om 2:30 weggaan. En dan naar de sportschool te gaan. Dus dat gaan we lekker proberen. Ja, dat is in ieder geval wat vol is. Dus voor 75% of zo. Ja. Dus dat gaan we proberen. Ik heb wel echt goed uitgeslapen. In tijden niet zo erg lukt. Dus dat is heel erg fijn. Ik ben lekker klaargemaakt en ik zit nu lekker op de bank. Ik ga pas over 2:30 naar de sportschool, maar dat is helemaal oké. Want ik heb een planning in mijn hoofd gemaakt en die planning moet gebeuren. Dus dat komt helemaal goed. En mijn telefoon moet daarvoor ook opladen, want hij heeft nog niet opgeladen. Dus dat is niet echt heel handig. Anders was ik al eerder gegaan en ik had me echt vet verslapen. Ik werd om 11:30 wakker en het is nu 11:15. En ik ben dus weer afgevallen. Dus het gaat de goede kant op. Ik ga steeds meer richting mijn doel. Maar daarvoor wil ik er wel lekker iedere dag bij sporten. Dus ik wil iedere dag iets van in ieder geval 10.000 stappen of naar de sportschool gaan. Of paardrijden of wat dan ook, zeg maar. Dus yay. Ik heb even wat noedelsoep en ik ga lekker moordkast nu kijken. En dan vanmiddag sporten of iets van beweging doen. Dat is wel sportschool, maar I don't know. Ik ga nu lekker even een noedelsoepje eten. In ieder geval proberen. Of er dat lukt met mijn maag. Maar ik vind wel dat we gewoon iedere dag een uitdaging moeten hebben. Ik ga nu in ieder geval weer lekker moordkast kijken. Ik heb eigenlijk vandaag niet zoveel zin om iets te doen. En ik voelde me eigenlijk ook daarvoor niet echt per se heel goed. Dus ik ga lekker even Netflix opzetten en lekker Netflix kijken. Ja, niet de boel achterlaten. Dus, top. Eén ding, ik ga hierna nooit meer op de kat passen. Nee, dat doen we niet meer. Nee.
Ja, ik zal dadelijk in bed wel even vertellen wat de reden is. Ik ga nu even alles uitdoen, even gordijnen op verschonen. En dan lekker mijn bedje in. En dan lekker daar lekker film kijken. Dus daar heb ik zin in. Of ik een nachtje op de bank doe. Of lekker daar. Dat maakt ook geen bal uit. Dus dat gaan we lekker doen. Helemaal top. Dankzij het echt een super saaie week was. Waar ik in bijna niks deed. En echt de vlog thuis baseerde. Dus daar wel, daarvoor wil ik wel sorry zeggen. Maar ja, soms is dat ook gewoon de werkelijkheid. Nou, het is zondag en het is nu 2:30 alweer. Ik heb eigenlijk heel de middag niet gevlogd. Ik was een beetje bezig met hier met warme stofzuig en al die shit. Ik ben net even naar de wc geweest, maar mijn plassen is niet helemaal niet goed. Heel waterdun, dus dat moet ik weer een beetje op controle proberen te houden. Wat meer te drinken nu. Dus daarvoor ga ik zorgen. Ik was even afgeleid door mensen die praten, die ik niet ken. Dus ja, ik heb ook al helemaal rode wangetjes ervan. Ik ga volgende week zaterdag met Ton en Marleen shoppen. Dat is wel super leuk. En ik ga maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag sporten. Super leuk. Echt niet normaal veel zin in. Dus I'm excited. En ja, ik kan ook echt niet wachten tot mijn moeder weer thuis komt. Want ik vind dat echt niet leuk. En ik kan echt gewoon niet goed meer opschieten. Ik ben echt geen kattenmens. Sorry kattenmensen, maar ik vind katten echt niet leuk. Ik ben echt een hondenmens. En mijn moeder houdt ook echt niet van katten. Maar ze heeft het voor ook volgens mij niet zo leuk. Ik wil gewoon eerlijk. Maar ze snapt me helemaal, want ik ga volgend jaar niet meer oppassen op de kat. Ja, ik heb gewoon geen klik mee. En als ik mijn konijn nou niet hier had, was ik gewoon naar mijn eigen huis gegaan. Maar ik ga mijn konijn hier niet alleen laten. Om elke... Ik zou elke dag terug kunnen, maar dan wil ik Bunny gewoon bij me hebben. Dus vandaar dat ik hier toch nog bij slaap. En als ik weer al mijn spullen op de fiets meenemen. En dat kan ik niet op de fiets, dan moet ik met de auto gebeuren. Dus, ja. Ik ga me gewoon raar. Pannenkoeken wilt hij wel. Brood wilt hij niet. Een wrap wil mijn lichaam niet. Best wel lastig. Het lijkt of die koolhydraten niet hoeft of zo. Ik bel mijn moeder even om te vragen iets over de kat. Dus ja. Hey mam! Hoi allemaal. Het is, op dit moment is het nu, kijk even op mijn telefoon. Het is nu 6:15 en ik heb al gedoucht en lig lekker in mijn bed. Ik was echt helemaal kapot. De kat was er niet om te eten om 4:30. Maar ik dacht, ja, ik heb ook geen zin om lang te wachten. Dus ik ben gewoon lekker naar bed weer gegaan. Ik krijg daar morgen maar extra. Want ik was echt helemaal kapot. Dus vandaar dat ik lekker al in bed lig. En ik moet het week 7 goed doen. Morgen komt mijn tante gezellig. Dus dat is heel leuk. En heel nice allemaal. En ja, ik ben vandaag gewoon... super snel moe. Ik word er echt niet goed van. Heel irritant. En ja, dat. Maar ik ga zo lekker de video editen. Dan heb ik dat maar gehad. Zoveel van mijn spieren niet normaal. En ik ben zo moe. Dat is niet normaal. Echt verschrikkelijk. Maar ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vond mij leuk. De vooral heb ik wel. Maar zeker niet abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende weekvlog. Doei doei!